eerste uitgave van de Roosje Quiz is een geweldig succes geworden. Er waren 89 teams die op zichzelf al uit zo'n 1000 mensen bestonden. Maar met alle ingeschakelde hulplijnen erbij kan dat niet anders zijn dan dat er afgelopen zaterdagavond duizenden mensen bezig waren met de Roosje Quiz. Hey, lukt die? Hey. Ja, we zijn al bijna klaar. Oh, mooi. Laatste vragen. Harst, harst. Het is net als vroeger op school. U mag niet afkijken. Dus wat u ook niet mag doen is op een gegeven moment uw telefoons gebruiken. Dus ik zou zeggen, telefoons, zorg dat u in ieder geval niet gezien worden. Want u wordt onherroepelijk gedisqualificeerd, zoals dat heet. Wij hebben 30 meer keuzevragen. Ik zal na alle vragen die komen zo meteen op het scherm. International. Ik zal afgelopen jaar een bezoek aan de Mixed Hockey Club. Was dat A. Marcel Balkenstein, B. Jeroen Hertzberger. Hoeveel lokale politieke partijen kent de Gooi na de samenvoeging van DGS en BVT? Is dat A. 1 of B. 10? Ja, die boom sprong in Boskamp. Moet je zet de zin op, neem de tijd en dan nog iets. Ja, ja. Wij zijn de Konuiten. Yes. De Konuiten? Ja. Ja, maar wij niet. Wij zijn de gamers. Hey, wat vinden jullie van de vragen die er tot nu toe... Ik vind ze erg origineel. Erg origineel? Ja. Ja? Ja, wij vermaken, om na te denken. Wij vermaken ons smakelijk. Wat mooi zo. Ja, nee, iedereen heeft een heel belpanel en echt alles erop en eraan. Dus nee, gaat goed. Wat team waren wij? Wat een team. Hoe doen jullie De Game Freaks. En wat vinden de Game Freaks van de vragen die er worden gesteld? Heel leuk samengesteld. Ja? Okay, origineel. Hey, succes verder. Houdoe. Leuke vragen, heel breed. Waar hebben jullie de vragen vandaan gehaald? Ja, dat kun je zo gek niet bedenken natuurlijk. Ja, uiteraard hebben we wat mensen hulp ingeroepen. Zeker met de vragen over Roy van vroeger. Daar ben ik zelf nog wat te jong voor. Dus er zijn toch wel een aantal mensen geweest die vragen hebben aangedragen. Dus ja. Hey, wat vinden jullie van de vragen? Ja, leuk. Maar moeilijk. Ja? Moeilijk, ja. En keileuk. Oké, en zijn de vragen te doen? Ze zijn kei moeilijk voor een ander, denk ik. Maar voor ons komt het helemaal goed. Oké. Okay. Ja, jij bent natuurlijk Roosje historiekenner. Een beetje wel, hè. Dus ja. Ik weet wel het een en het ander. Oké. Dus dat komt helemaal goed. Ah, mooi zo. Is het op te lossen? Nou, het is op te lossen, maar het is veel. Ja? Maar het komt goed. Tijd genoeg? Ja, dat is de vraag. We hebben nu eerst de lichting klaar. En we gaan nu alles schrijven waar we antwoorden gevonden hebben. En dan moeten we gericht sturen naar de tweede ronde vragen. En er zullen er nog altijd de 40 tot 50 zijn die we nog niet opgelost hebben. Maar wij hadden de indruk dat er, ondanks dat er 5 uur tijd was, dat het te weinig was. Ja, nou ja, goed, ook dat is natuurlijk even de vraag. Ik hoop dat het niet te veel te weinig was, maar dat het allemaal net kilo net aan is, dat mag. Dat hoort er wel een beetje bij. We hebben een enquête meegestuurd en daaruit hopen wat feedback te krijgen en dan horen we het wel. Zijn jullie van team Mariendaal? Nee, wij zijn team de Knolletjes. En meerdere teams hier of allemaal van hetzelfde team? Allemaal hetzelfde team. Een megateam hebben wij. Ja. Moeilijke vragen? Echt wel, muziek is moeilijk. Ik ben met 20, met het ontleden van zin ben ik bezig. Oké, okay. Moeilijk? Het gaat wel, dus even weer wennen, lang geleden. Wie bent u? Ik vind jullie eerst Astrid Joosten. Nee, dat is niet leuk. Hoe gaat hier? Het gaat hier heel goed. Ja? Het is wel druk. Ja. Wel druk. Ja. Hey, wat is de lastigste vraag? Ja, de lastige vraag? Dat is de school. Van de oude school. Van Pelt. De weg kwam met een zo'n echte school. Zijn bijnaam zijn we aan het zoeken. Oké. Dadelijk alles hier. Jasper, kom hier. Zijn de vragen allemaal te vinden? Ja. Oké, mooi. Uitermate makkelijk site gevonden. Dus images. Dat is juist wel, ja. Gaston zich voelt zich. Dat was jouw blok. Ja, ik zeg. En hoe
vragen? Ja, easy. Oké. En vindt de Roosje zwetsen te doen? Eitje. Wij zijn moeilijke vragen, ja? Maar wel allemaal het antwoord gevonden? Met een beetje hulp, dan lukt het wel. Ja, mooi zo. We zijn er vol in gedoken, hè? Ja, ja, zeker. Ja. Wat vond je van? Ja, nou ja, goed, ja, dan kun je eigenlijk beter aan de deelnemers vragen natuurlijk. Want daar ben ik heel erg benieuwd naar wat zij ervan van vinden. Maar ja, goed, ja, de eerste reactie is wel heel positief. Wat zie je hierin? Ja, ik denk dat ik nou een vraag stel waar ik het antwoord op ken. Volgend jaar weer, hè? Ja, zonder meer. Ja, daar kan ik nu al wel toezeggen, inderdaad. En ja, goed, dan is het natuurlijk wel weer de kunst om het nog beter te doen. Mensen weten niet wat er te wachten staat, maar dat gaan we zeker doen. Ja, zeker. En hoe vonden jullie de quiz? Superleuk. Ja? Moeilijke vragen, makkelijke vragen? Sommige waren wel moeilijk. Het was leuk om het uit te zoeken. Oké. Okay. Nou is er de uitslag nog niet, hè? Want jullie hebben heel veel werk te doen. Ja, ja. Wanneer kunnen we de uitslag verwachten? 18 januari. 18 januari dan is het hier in de beurs de grote prijsuitreiking. En daar hopen we heel veel mensen die mee hebben gedaan aan de quiz hier weer terug te zien. En daar maken we een avondvullend programma van. Foto's, antwoorden. De prijsuitreiking zelf. De goede doelen worden in het zonnetje gezet. Dus dat wordt een hartstikke leuke avond en daar hopen heel veel mensen die hebben deelgenomen hier te mogen begroeten. Ja.